aan de Zuiderzee. Een stukje Holland draag ik in mijn hart steeds mee. Dit soort muziek klonk destijds in de huizen van broeders en zusters van het gemene leven. Het is muziek dat geen artistieke pretentie heeft, maar heel duidelijk voor intern gebruik was bedoeld, voor de eigen vieringen in hun huizen, in hun kapellen. En ik heb deze gekozen omdat het zo'n prachtig klankschilderend klokgelei laat horen. Destijds, dat moet ik zo even weten. Ton Hendrikman is dus een van de gasten, dat heeft u begrepen. Andere gast is mevrouw Leni Takke. En met hen beiden praten we vanmorgen over Thomas de Kempis. En eigenlijk nog veel meer over, ja, waarover eigenlijk? Over de verplaatsing van de reliekschrijn van Thomas de Kempis. Die heeft altijd in de Michaëlparochie gestaan. En de Michaëlkerk aan de Bisschop Willebrandlaan, die is in november onttrokken aan de eredienst. De kerk wordt verkocht. En de reliekschrijn die krijgt een plaats in de Onze Lieve Vrouwenkerk in de binnenstad. Een reliekschrijn, wat is dat? In de reliekschrijn, daar zitten de stoffelijke resten van Thomas de Kempis. De stoffelijke resten zijn, en dan moeten we heel ver in het verleden teruggaan, in 1672 opgegraven. Zijn toen in een voorlopige reliekkist bijgezet en meegevoerd naar de binnenstad van Zwolle. En opgesteld in de kapel aan de Spiegelsteeg van pastoor Arnoldus Waaier. Pastoor Arnoldus Waaier had destijds toen de zielzorg voor de Zwolse Rooms-Katholieken. Dat moest weliswaar in het geheim gebeuren. En de bijeenkomsten van de katholieken in kerken was verboden. Met gevolg dat zij in gewone woonhuizen die als een soort schuilkerk waren ingericht bij elkaar kwamen. En in een van die schuilkerken heeft die reliekschijn gestaan tot de Napoleontische tijd. 1809 kregen de katholieken weer de kerk terug in Zwolle. Dat is ook een oud kistje. Ja, hij is in 1674 gemaakt.